Welkom in de wereld van Subaru. Deze beelden vertellen natuurlijk al heel veel. Maar als Subaru-man in hart en nieren wil ik toch nog even een paar woorden aan u kwijt. Namelijk dat Subaru's met all-wheel drive in vergelijking met gewone tweewielaandrijvers oppermachtig zijn. Altijd en overal. Blijkbaar voelt u dat al een beetje aan, gezien uw belangstelling voor Subaru. Misschien hebt u de vele kwaliteiten van Subaru's all-wheel drive zelfs al aan den lijve ondervonden. Als rijder van ons merk, of tijdens een van de Safety Roadshows, waar we inmiddels duizenden bezoekers mochten begroeten. Laat ik beginnen met te zeggen dat vierwielaandrijving ook voor u als Nederlandse automobilist een fantastische voorziening is. Neem van mij aan, hebt u eenmaal met all-wheel drive kennis gemaakt, wilt u nooit meer iets anders. En dan heb ik het niet alleen over mensen die met caravans of trailers op pad gaan, of over rallykampioenen, middenstanders met grote aanhangwagens of artsen die bij nacht en ontij worden weggeroepen. Nee, dan heb ik het over u. In de komende minuten gaan we u laten zien waarom all-wheel drive niet alleen onder Subaru's, maar eigenlijk onder alle auto's zou moeten zitten. Het is toch verwonderlijk dat onze concurrenten pas all-wheel drive gaan monteren als ze meedoen aan het wereldkampioenschap rallyrijden of er een hoge meerprijs voor kunnen vragen. Is het dan toch een kwestie van geld? Subaru is echter van mening dat extra veiligheid en koersvastheid niks extra hoeft te kosten. Maar afgezien van die veiligheid en koersvastheid, denkt u ook eens aan wat u en uw gezin in uw vrije tijd allemaal meer zou kunnen gaan doen als u over een Subaru met all-wheel drive beschikt. En dat tot in lengte van jaren. Want Subaru's zijn ook nog eens extreem betrouwbaar. Anders zouden we ook niet 3 keer op rij wereldkampioen rally zijn geworden. Maar genoeg nu van mijn kant. Laat u meenemen in de wereld die Subaru heet. Inderdaad, de wereld van Subaru. Dat is een wereld die je het beste aan den lijve kunt ondervinden. Die moet je meemaken, die moet je voelen. En daarom organiseert Subaru regelmatig speciale Subaru AWD Safety Roadshows. Maar wat houdt AWD nou eigenlijk in? We laten een specialist aan het woord. Kijk, een tweewiel aangedreven auto komt tot deze lijn, deze verticale lijn. Alle horizontale balken daarnaast betekenen de pluspunten voor een all-wheel drive, een vierwiel aangedreven auto. Hier gaat het om bergachtige gebieden, besneeuwd, rallies. Niet voor niets is Subaru wereldkampioen geworden bij de rallies met deze auto. En dan moet je van hele goede huizen komen. Maar in ieder geval, bijvoorbeeld op een besneeuwde helling, tot 100% betere prestaties voor de vierwielaandrijver. Dat is niet niks. Nat asfalt, spoorvorming, plotseling uitwijken en remmen, uitwijken op nat asfalt, etc. Dat ook daar op al die fronten een all-wheel drive duidelijk in het voordeel is van een doorsnee tweewielaandrijver. Kortom, een all-wheel drive auto is gewoon veiliger. Veiliger betekent vooral meer grip op de weg. Deze voorwielaandrijver komt nauwelijks weg, terwijl deze Subaru met AWD probleemloos vooruitkomt. In tegenstelling tot deze achterwielaandrijver. Tijdens de roadshows kunt u zelf uittesten wat AWD in de praktijk betekent. En dan niet alleen onder extreme omstandigheden, maar ook in zeg maar dagelijkse situaties. Hoe enorm de grip van een Subaru met AWD is, blijkt hier. Ondanks de protesten wordt een voorwielaandrijver genadeloos door een Subaru AWD afgevoerd. Uiteraard heeft de nieuwe Subaru Forester eveneens all-wheel drive. En ook in dit model bewijst dat zijn nut. Geen enkele concurrent, zo die al bestaat, biedt dezelfde veiligheid, rijcomfort en koersvastheid. Ook de Legacy en Impreza bieden door hun AWD-systeem sublieme rij-eigenschappen, of het nu nat of droog is. Een plotselinge uitwijkmanoeuvre levert voor deze Subaru's niet de geringste problemen op. Een heel ander ijzersterk punt van Subaru met AWD zijn hun eigenschappen als trekauto van een zware aanhanger of caravan.
Want in dit soort situaties zijn tweewielaandrijvers hopeloos verloren. En kijk nou eens naar deze witte Impreza met AWD. Hij neemt de helling, net als deze Forester, zonder enige aarzeling. Tja, en dan bijvoorbeeld op de camping. Laten we het maar zo zeggen, in dit soort veel voorkomende situaties is het te hopen dat er een Subaru in de buurt is. Caravan of geen caravan. Uiteraard geldt precies hetzelfde wanneer u niet met een caravan, maar met een ander soort aanhanger op pad gaat. Ook dan komt u met een tweewielen aangedreven auto in dit soort omstandigheden onherroepelijk stil te staan. Vervelend en niet zonder risico's. En kijk nu even hoe de Subaru Legacy met AWD dezelfde klus klaart, als op rails. Het modellengamma van Subaru is zo samengesteld dat iedereen wel een model naar zijn gading kan vinden. Met de fraaie Outback en de nieuwe Forester All-Wheel Drive kunt u ook, mede dankzij hun extra grote bodemvrijheid, probleemloos van het rechte pad af. En voor de liefhebbers van pure kracht is er de Impreza 555, rechtstreeks afgeleid van Subaru's oppermachtige rallykanon. Nog niet overtuigd? Nog één keer het verschil. Hier een voorwielaandrijver. En hier de nieuwe Justy met all-wheel drive. Het verschil is duidelijk. Neem van mij aan, hebt u eenmaal met all-wheel drive kennis gemaakt, wilt u nooit meer iets anders. Subaru levert voor elk wat wils. Zoals deze Vivio, klein maar dapper. De 3 of 5 deurs Justy, met natuurlijk standaard all-wheel drive. De stijlvolle 4 deurs Subaru Impreza Sedan. De Impreza Plus, een ideale 5 deurs combi coupé. De Impreza 555 met 211 pk sterke turbomotor en AWD. De gunstig geprijsde Forester AWD, de best denkbare combinatie. De vierdeurs Subaru Legacy Sedan met AWD voor de zakelijke rijder. De fraaie Legacy Touring Wagon, eveneens met all-wheel drive. En tenslotte de imposante Subaru Outback AWD. Een super stationcar.